Met betrekking tot de brandstofprijzen is er in de samenleving heel veel gezegd en geschreven. Minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie geeft aan hoe de brandstofprijs is opgebouwd, waarom er weer verhogingen zijn en waarom het niet ruim van tevoren bekendgemaakt kan worden. Ook gaat de Beunsvrouw in op de kwestie rond de government take. De benzineprijs en de dieselprijs, dus de brandstofprijzen, komen tot stand door in feite de kostprijs. Wat heeft de oliemaatschappij ervoor betaald? Vermenigvuldigd met de centrale bankkoers. En dan is er een ruimte voor een winstmarge voor de oliemaatschappijen. Government take en de winstmarge. Dus dat is het in feite. Dus precies, wat heeft het gekost aan de oliemaatschappijen? Wat hebben de oliemaatschappijen ervoor betaald? De CIF-prijs wordt dat genoemd. Een winstmarge. En government take. Als er bijvoorbeeld een verschil is van 1 US cent, dan moet u veronderstellen dus dat wij 1 US cent maal 14,29, de US dollar koers. En 1 US cent, 1 tot 2 US cent brengt al een verschil van zeg 14 tot en met 30 SRD cent. Bij iedere lading declareert de oliemaatschappij, geeft de oliemaatschappij aan wat de kostprijs is. Dat staat genoteerd. En daar werken we mee. Dus de CIF-prijs is wat de oliemaatschappij voor heeft betaald. En het wordt gewoon vermenigvuldigd. Dus als er een cent, als het een 1 cent duurder is of 1 cent goedkoper, US dollar cent, dan begrijpt u maal de koers dat dan het verschil is. En bij iedere nieuwe import, bij iedere nieuwe voorraad, wordt de prijs voor de nieuwe voorraad vastgesteld aan de hand van de werkelijke kosten. Kijk, de prijs wordt dus berekend op grond van de importdocumenten. En zo gauw als de importdocumenten, zo gauw de lading is gearriveerd, zo gauw de importdocumenten bekend zijn, dan wordt de nieuwe prijs berekend en dan wordt het doorgegeven aan de oliemaatschappijen. Let wel dat het ministerie van Economische Zaken precies de centrale bankkoers toepast met de vastgestaande government take. Er is helemaal geen verandering in government take. En een maximale winstmarge, dat is vastgesteld. Laat zeggen dat het op 5% is vastgesteld. Dus zo gauw wij dat doorhebben, als we dat vandaag doorhebben, dan wordt dat direct berekend en aan de oliemaatschappijen doorgegeven. Wat wel het geval is, dat sommige oliemaatschappijen soms nog een voorraad hebben. Die hebben misschien nog een voorraad brandstof voor 3 dagen, 4 dagen of 5 dagen. En dat hun lading eerder is aangekomen. Nou, u begrijpt, als de lading 3 of 4 dagen eerder is aangekomen, dan hebben wij ook 3 of 4 dagen eerder informatie. En als zij een 3 of 4 dagen extra voorraad hebben, dan kunnen zij nog ook vanuit hun oude voorraden verkopen. Maar niet altijd is dat het geval. Over het algemeen hebben we dus dat we per oliemaatschappij 2 wekelijks nieuwe importen hebben. Dat is over het algemeen gemiddeld. Hè? Maar eens kan het zijn dat de voorraad 14 dagen heeft geduurd, maar een andere keer kan het zijn dat het 12 dagen, binnen 12 dagen is uitverkocht en een andere keer heeft het misschien bijna 17 dagen uitverkocht. Dus je ziet dat het niet altijd is dat er precies een dag of 2 dagen vooraf een voorraad is, voordat de nieuwe lading aankomt. Maar zo gauw wij de documenten hebben, dan wordt gewoon de CIF-prijs. De CIF-prijs is in feite de wereldmarktprijs plus de transportkosten. En de winstmarge is een vast maximale van 5%. En de government take. En dan mag de oliemaatschappij dus binnen de maximale 5% marge, daar mag de prijs zijn. Dus wij geven aan wat de maximale prijs mag zijn. Een oliemaatschappij mag kiezen om het lager dan de maximale prijs, dus misschien wat iets lager, een winstmarge, zeg 4% of 2%, zeg maar, te hanteren. Maar de maximale winstmarges zijn wel bij wet vastgesteld. En dat is in feite een automatische formule. Dus als brandstof bijvoorbeeld 50 US cent kost, dan doen we 50 US cent maal 14,29. Als het 51 US cent kost, dan is het 51 US cent maal 14,29. Maar de 1 cent verschil is dan al 14 SRD plus de winstmarge van 5. Dus dan hebben we dat in 14 SRD cent meer. Dus 1 of 2 cent, US dollar cent, veroorzaakt meer, dus de fluctuaties in de prijzen.
Laat me als eerst aangeven, de government take is niet veranderd sinds vorig jaar toen het was vastgesteld op 3,15 voor diesel per liter en 3,50 voor gasoline. En dat is niet veranderd. Dit is al, ik denk pakweg, nu zijn we 5 maanden, 6 maanden, is dat hetzelfde. Dus de government take is niet veranderd. En dat blijft gewoon hetzelfde. Het enige verschil is dat in feite in de CIF-prijzen, wat ik eerder zei, de wereldmarktprijs plus de transportkosten erbij naar Suriname. En dat aan de hand daarvan, of de transportkosten die de oliemaatschappij heeft, dat in feite tot uiteindelijk de pompprijs bepaalt. Dus de government take is nu 3,15 voor diesel om 3,50 voor gasoline. En dat is niet veranderd. Wel, op de prijs zelf niet, helaas. Want als ik een invloed kon hebben, dan zou ik het liefst de inkoopprijs, de CIF-prijs, lager willen hebben. En dat is natuurlijk ideaal. Er zijn binnen de financiële markten zijn er wel zaken die dusdanig geregeld kunnen worden op lange termijn. Zeg maar bijvoorbeeld, als wij nu al zouden inkopen, een prijs zouden afspreken voor wat we betalen volgend jaar en daar een bepaalde premie op te lagen, men noemt dat in het Engels hedging, dan kan je wel lange termijn prijsafspraken maken. He, dus dat zouden de oliemaatschappijen waarschijnlijk ook kunnen doen, als zij daar de investering voor over hebben. Maar het enige dat ik is de prijs berekenen aan de hand van de gemaakte kosten en verder niets. Dus het is niet de minister of het ministerie die zegt van en nu gaan we een cent omhoog of nu gaan we een cent omlaag dan wat de importprijzen zijn. Ik wens ook aan te geven, theoretisch is de government take niet veranderd. Hè? Want het is 3,15 voor diesel en 3,50 voor gasoline. Tegelijkertijd worden de pompprijzen nog steeds berekend op de koers van 14,29. Terwijl de oliemaatschappijen een hogere koers betalen dan 14,29. Omdat, ik begrijp, de oliemaatschappij internationaal doen geen zaken in SRD. Dus de SRD die wij aan de pomp betalen moet omgezet worden in US dollar. En die US dollars worden nu niet verkregen voor 14,29. Die worden voor 15, 16 en soms zelfs 17 SRD voor een US dollar. Wat gebeurt er nu? Diezelfde government take dat in feite een andere bestemming had, toch naar de staatskas moet, wordt nu gebruikt om de pompprijzen te subsidiëren. Omdat we zeggen bijvoorbeeld dat ik geef voor het gemak zeg van 50 US cent kost 1 liter in een brandstof. Dan willen we niet dat de consument nu de 50 cent maar de straatkoers gaat betalen. Dus dan wordt het gehouden op de centrale bankkoers. En dan wordt de government take gebruikt om de consument te subsidiëren. En dat is een traject waar samenwerking met het ministerie van Financiën wordt in feite de pompprijs nu zelf gesubsidieerd. Op de wereldmarktprijs, dat heeft het ministerie geen invloed op, maar dat heeft Suriname in zijn totaliteit ook geen invloed op, om de wereldmarktprijs vast te stellen. Het enige wat er nu wordt gedaan, is dat om het effect van die hogere straatkoers ten opzichte van die centrale bankkoers worden de pompprijzen nu gesubsidieerd vanuit de government take. Dus als aan een government take 3,15 of 3,50, maar ik moet niet dat niet door de staatskas op dat akkoers naar straat die morgen heen, maar onder wanneer ik de pompprijs kom morgen heen, zou je ora pompprijs lagen. Het enige na a 1 cent of a 2 cent US dollar shade, oliemaatschappij abif importa olie, en dat te breken door, want tegelijkertijd onder wanneer tegen de nobaya olie. Want als je nabije olie, als een tak van nabije olie die asan kreeg, 2 cent of 3 cent, dat is maar een benzine. Dan moet je maar een auto schrijven. Dus we moeten gewoon vastzien van, oké, we tak van, we hebben dollar voor de importeurs, dus we subsidiëren, maar de abichara olie komt, want als olie niet schrijven, dan moet je broeien in de kondre van de andere. Dus het is nu even, de wereldmarktprijs stijgt met 1 cent, 2 cent. Inclusief de transportkosten. En dat wordt doorberekend.